We gaan het submenu in deze video proberen te laten inklappen. We kijken nog wel tegen een vrij hoge weergave van de header aan, een vrij grote afbeelding. Hier kan u eerst eventjes wat kleiner krijgen. Dus we gaan naar Style CSS en we zoeken even de header op. En daar maken we hier zo een 20 VW van. Je zou hem ook in de VH kunnen denken natuurlijk. Verversen de pagina en dan ziet dat er wat kleiner uit op dit moment. En we gaan proberen deze te laten inklappen. En dat gaan we dan proberen te doen met JavaScript. Dus we gaan eerst een JavaScript bestand aanmaken. We kiezen hier dus voor een nieuw bestand. Dat doen we dan in deze themamap. Eventjes een nieuw folder. En die noem ik JS. Vervolgens een nieuw bestand. En die sla ik dan op als thema TO.js bijvoorbeeld. Of JavaScript Theo.js in deze JavaScript map. Misschien moet ik deze maar eventjes onthouden. Dan gaan we vervolgens dat script koppelen aan ons WordPress thema. En dat doen we vergelijkbaar op de manier zoals we dat gedaan hebben met het koppelen van een stijlblad. We gaan het hier zo op dezelfde manier doen. We doen dat met WPNQ. En dan heb je hier NQ scripts, maar dat is het niet, het is script. Dat is een functie en die heeft ook wat meer argumenten dan WPNQ style. Allereerst kunnen we dus een soort naam geven. Waar de scripts bij horen. Bijvoorbeeld Theo's scripts of zo. Theo scripts. Dan vervolgens waar je me zou kunnen vinden. En dat is natuurlijk in onze themamap, maar die kun je niet zo inschrijven. En het map is natuurlijk heeft op een andere plaats. Dus we moeten dat dus ook met een WordPress functie proberen te vinden. En dus dat is een functie get theme URI. File URI. Get theme file URI. Dat zijn dus in andere woorden dus allemaal lage streepjes. Get theme file URI en hier kan je dan als argument meegeven dat als je die map gevonden hebt, dat je dan in je thema verder gaat zoeken en dan vul je daar natuurlijk je naam van je bestand in en dat eventueel het pad wat erbij hoort. In dit geval is het dus de JavaScript map en daarin, je kan eventueel de route in je neerzetten, die route daarin de JavaScript map en daarin ons bestandje, wat we hier dus hebben gevonden, script.theo. En die had ik al gekopieerd, dus die kan ik nu mooi plakken. Goed, dat is een argument, maar zijn er nog meer argumenten nodig? We moeten aangeven of wij een welke versie we zouden willen hebben. En of wij dependencies hebben. Met dependencies bedoelen we of het script afhankelijk is van andere scripts. In dit geval niet. We kunnen bijvoorbeeld met jQuery, sommige scripts zijn op jQuery gebaseerd. Dan geven we dus een versienummer weer. En dat is bijvoorbeeld nou, de eerste versie hier zo. En vervolgens moeten we aangeven of het script voor het sluiten van de body wordt geplaatst of in de header.
Als het true is, wordt die dus onderaan het script geplaatst en zal het script worden uitgevoerd nadat alle delen van het document geladen zijn. We zullen dat misschien straks ook nog wel eventjes terug gaan zien. Goed, dan open ik vervolgens Scriptstio. Die gaan we hier dus openen. En er is functions PHP opgeslagen. Ja, dan gaan we Scriptstio openen. En dan kunnen we er allerlei scripts in plaatsen. En dit is een script voor submenu. Dat mag ik nog zelf even neerzetten. Goed, dan moeten we even kijken natuurlijk wat voor elementen er allemaal in zitten. En dat doen we dan natuurlijk door te kijken naar de, naar de paginabron, die zouden we eigenlijk al kunnen zeggen. Kijken of we dat snel kunnen vinden. Dus ik ga hier... nee, dat gaat hier nog even niet. Misschien gaat het hier, paginabron, weergeven. Ja, yeah, daar is die. Dan gaan we, kunnen we kijken waar het submenu ongeveer zit. Hier zitten we al bij een blokquote. Hier zitten we bij menu items. En hier hebben we dan een hoofdmenu en kijken of we dat submenu dan kunnen vinden. Web development is een submenu. En hier hebben we dan zo'n menu en dan hebben we een class. En deze heeft een class. Menu item has children. Dus we hebben allemaal de class menu item. Dus deze is dus... de list item, die eigenlijk gelijk is aan deze. Je kan natuurlijk ook via inspecteren kiezen. Deze list item, daar hebben we nu een kopie van gemaakt. En die zou je dus eigenlijk ook wel in je script willen hebben. En dan gaan we dat natuurlijk daarmee beginnen door te zeggen, een variabele constant is dat. En die constante die is, heeft sub menu. Zo. Die is dan document query selector. En dan is dit dus een string met daarin een class selector met deze. Menu item has children. Goed, dan kun je die dus verder gaan gebruiken. En dit zijn er dus meerdere, want het kan natuurlijk ook zijn dat in jouw thema mensen in een menu aangeven dat ze meerdere submenu's willen. Nou, dat moet dan mogelijk zijn. Goed, dan gaan we daarmee aan de slag. We gaan dus eigenlijk dat hele, al die items gaan we dan das doorlopen. Dat doe ik met een for loop. En dat is dus let i is 0, i kleiner en dan heeft submenu. Punt length. En dan itereren. En dan gaan we gewoon een aantal dingetjes doen. We kunnen even het submenu maar eventjes gaan pakken. Dat submenu wat erin zit en dat proberen te verbergen. Dus dan gaan we dat eerst maar proberen te pakken. Ook dan een keer zo, even constant... submenu. Is, en dan gaan we niet het hele document door, maar gaan we dus dit item door. Heeft submenu het ieder element. Punt query selector. Query selector all, dat is dus niet. Hij heeft er maar één. Hij heeft er maar één submenu. Select query selector. In dit geval. En dan moeten we de klasnaam weten van
waar dat ding met die submenu zit. Dus dan gaan we hier weer eventjes snuffelen. En dan hebben we hier dus de UL, de opsommingslijst met de class submenu. Dit is natuurlijk allemaal aangemaakt door WordPress. We kunnen dat niet zelf bedenken. Dus je moet het door onderzoek, moet je het eigenlijk proberen te ontdekken. Dus punt sub streepje menu. Oké. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen dat we hem een class geven. En die class, die kunnen ervoor zorgen dat in ieder geval de submenu's in principe al als eerste al verdwenen zijn. Hopen dan kunnen we ook meteen vaststellen of het script werkt. Dus eerst het submenu met script verbergen. Want als het script niet werkt, dan moet het submenu zichtbaar zijn. Als het script werkt, dan moet hij dus beginnen met het verbergen van het submenu. Voorbeeld van graceful met één L maar, graceful degradation. Dus als het niet werkt, dan moet het in ieder geval zo zijn dat die er is. We gaan hem dus nu verbergen met het script en dan gaan we daarna met het script natuurlijk het submenu weer tevoorschijn halen. Dat gaan we de submenu dus verbergen en dan geven we dat gewoon een class mee. En die class die kunnen we dan in dat andere, in dit CSS verbergen geven. Dus we gaan dan dus zeggen dat te zeggen submenu punt classlist die classlist en die geven we dan een toggle en dan het class die we willen toevoegen of verwijderen. En we kiezen toggle, dus als er nog een keer iets gebeurt, dan kan hij, als die ding aanwezig is, kan hij weg en anders komt hij juist tevoorschijn. Oké, we gaan kijken of we die, natuurlijk, we kunnen nog niet zien of het werkt op dit moment. We moeten er in die styler voor zorgen dat een ding met een class submenu, dat die dan dus ook wordt verborgen. Dus we gaan naar de style sheet, we zijn dan vast wel ergens verder, hier zo in het menu, en dan wordt het hier dus nu. Dat is niet zo geschreven. Het submenu. En dan hebben we dus hier zo dus de class sub. Streepje menu. En als die dan ook de class verbergen. Menu verbergen heeft. Dus allemaal even zeggen ja. Menu. Streepje verbergen. Hadden we dat, dan moeten we natuurlijk ook. Nee, we hadden gekozen voor verbergen. En dan kan ik hier ook schrijven: menu verbergen. Menu verbergen. Oké. Dan gaan we weer naar stijl. En dat doen we hem eventjes heel kort door de bocht: display none. Oké, dan is die verborgen. En dan gaan we kijken of dat zaakje ook zo werken wil. We verversen de pagina en we zien dat het is verborgen. We zien het script, dat werkt perfect. We kunnen natuurlijk ook hier kijken of we hier ook nog even gereload hebben. En dan kunnen we ook hieronder gaan beneden gaan kijken. Als het goed is, moeten we bij de footer ook iets aantreffen. En hier wordt de footer gesloten en hier zie ik dus dat het scriptje van mij, dit kan je hier zo opklikken, dat is dan natuurlijk geladen. Dus wat dat betreft is de eerste instantie een oefening om het submenu te verbergen gelukt. En daarnaast hebben we natuurlijk ook kennis gemaakt met het koppelen van een JavaScriptje in je WordPress thema.